gewoon niet normaal dat dit weer gemaakt wordt. Het is echt niet oké. Nou, zonder al te veel te verklappen. Ik heb degene gesproken die de video heeft gemaakt. Presentatrice Welmoet Seidsma ontdekt online een fake pornofilm waarin ze zelf de hoofdrol speelt. Dit is gewoon jouw gezicht. Ja. Ik weet nog dat ik eerst dacht, oké, ik weet niet, ik heb het een beetje geparkeerd en niet over nadenken. Totdat ik vervolgens screenshots ervan kreeg. Toen dacht ik, oh ja, dit ben ik wel echt. Toen heb ik het weer even weggestopt. Maar dan wil je toch meteen gaan kijken? Nee, ik wilde dus, raar genoeg, ik wilde niet kijken. Dat is het hele rare. Ik voelde een soort, bij die screenshots al, voelde ik een soort schaamte opkomen. Heel vreemd, die ik ook niet helemaal kon duiden. Want ik dacht al, nee, dit ben ik niet. Maar dat je ook, ik vond het gewoon te confronterend, denk ik, om direct te kijken. Maar ik ben dus later wel gaan kijken. En dat was heel raar. Ik was wel verbaasd over hoe goed het leek. Kijk, ik zie zelf dat ik het niet ben, maar ik herkende echt dingen in mijn gezicht waarvan ik dacht, zo, dit is echt wat ik doe. En wat ik doe is misschien een beetje raar in deze kop. Hoe makkelijk is het om een identiteit te stelen? Zonder al te veel technische expertise kan je in een paar minuten een redelijk realistische deepfake maken. Het is niet normaal dat dit weer gemaakt wordt. Het is echt niet oké. Ze heeft wel blond haar, maar heel lang en met een best wel een uitgroei. Dus ik dacht, het is op zich wel duidelijk dat ik dit niet ben. Maar er werd voor mij ook wel vrij snel duidelijk dat het daar eigenlijk niet om gaat. Of ik het nou ben of niet ben. Maar dat het gewoon heel onrechtvaardig is dat iemand dit met mijn hoofd kan doen. En niet alleen met mijn hoofd, maar met de hoofden van heel veel vrouwen. En daarin kwam wel die boosheid. Dat zodra ik verder ging kijken op die website en zodra ik me er iets meer in ging verdiepen, zag ik hoe groot dit is. Ik zou bijna zeggen, probeer dit maar eens uit te leggen aan je ouders. Maar dat heb je ook gedaan. Ja, zeker. In de eerste aflevering ga je de beelden onder andere bekijken met, ja, of wil je die bekijken met vrienden en ouders. Ja, hoe was dat? Het is een van de ongemakkelijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja, het is al ongemakkelijk als je met je moeder op de bank zit. Ik denk dat iedereen dat wel weet. En er komt een vrijscène in bijvoorbeeld een film. Dan is het al awkward. Maar dit is echt awkward keer 1000. Je hebt gewoon niks meer te zeggen over je eigen hoofd en wat er met je gedaan wordt. Het is gewoon jouw gezicht. Ja, maar je hebt ook helemaal expressies. Iedereen kreeg het warm. Iedereen werd rood. Iedereen kreeg zweethoofden. Dus we waren de hele tijd aan het deppen. En iedereen, oh, het is zo awkward. Oh, het is zo ongemakkelijk. Ja, het was echt een van de ongemakkelijkste dingen die ik wel heb gedaan, ja. Ik word vooral boos als ik zie wat voor vrouwen er nog meer op staan. Nu ben ik het. En in principe, ja, weet je, mij en mijn filmpje, prima. Maar het gaat erom dat dit straks mensen overkomt die misschien wel in hele kwetsbare posities zitten. Misschien wel jonge meisjes. En dat gewoon enorme impact kan hebben. Onderzoek heeft laten zien dat ongeveer 96% van alle deepfakes die tot nu toe zijn gemaakt, fake porno is. Dat is hebben wij niet? Enorm, ja. Hè? Ja. En wat ben je verder allemaal te weten gekomen? Leren we als kijker bijvoorbeeld ook iets in de serie over wetgeving of wat er tegen gedaan kan worden? Juridisch gezien is het heel lastig. Je kan echt bijna niks, want je kan wel aangifte gaan doen, wat ik ook vind dat iedereen echt absoluut moet gaan doen. Maar vervolgens is het heel erg ingewikkeld wat daar dan mee kan gaan gebeuren, omdat er in de wet nog heel weinig staat over dit. Eigenlijk niks. Het wordt deepfake en deepfake porno helemaal niet. Komt niet voor in het wetboek. Dus alles hobbelt er een beetje achteraan en er is veel onduidelijkheid over wat je nou precies kan doen. Ben je tevreden met het eindresultaat? Een van de insteek van de serie was natuurlijk ook om degene die dit filmpje gemaakt heeft, ja, te pakken, te vinden. Wat kun je daarover vertellen? Nou, zonder al te veel te verklappen, ik heb degene gesproken die de video heeft gemaakt. Ja, maar hij heeft dus wel een hele duidelijke link met Nederland. Ik heb gehoord over zijn beweegredenen. Hij heeft er dingen over verteld. Dus in die zin, ja, ben ik wel tevreden, ja.